Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je niet van aardbeien houdt. Ik ben er gek op. Ja, je hebt wel eens van die melige exemplaren ertussen zitten. Maar hé, we zijn hier in het Westland. Hier kunnen ze kweken en telen als de beste. Dus hier ga ik op zoek naar de perfecte aardbeien. En ik heb mijn keuringsgereedschap bij me. Dus dit wordt ongetwijfeld een heerlijke aflevering van Kweek van de Streek. Al eeuwenlang tovert onze streek bloemen, planten, groenten en fruit uit de grond. Wat rond 1700 begon met een paar druivenranken, is uitgegroeid tot het grootste glastuinbouwgebied ter wereld. Kom plukken en proeven van de Kweek van de Streek. Hoe doen jullie dat? Lovers en ook nog een bedrijf runnen. Gewoon op een leuke manier invullen. Ja? Ja. Ja, wat is het geheim, Sandra? Nou, ik denk naast werken ook in je privé sfeer leuke dingen doen met elkaar. Ja, maar hoe doe je dat? Want ik kan me voorstellen dat als je s'avonds in bed ligt, dat je zegt, jongens, ja toch, even pad 38F moet nog geplukt worden of zo. Nou, in bed wordt dat niet gesproken. S'avonds misschien wel, maar in bed niet hoor. Dan gaan wel eens, of heel vaak, zeker in het seizoen, gaan de luiken dicht. En hoe is jullie taakverdeling binnen het bedrijf? Ik ben iets meer voor, we doen alles eigenlijk samen. Ik doe iets meer de teelt, Sandra iets meer de communicatie en de afzet. Maar alles is overlappend aan elkaar. Dus daar hebben jullie ook nog steeds veel contact over? Daar hebben we heel de dag contact over. Jullie lopen de hele dag met elkaar te bellen? Nee, we lopen de hele tijd. Of te bellen, of we zoeken elkaar op, dat is wel zo. Ja. Ja. Ik heb ze. Eet smakelijk. Ja, bedankt. Ik zit zo naar die automaat te kijken en dat loopt als een trein, hè? Hoe ben je op het idee gekomen om een aardbeienautomaat te starten? Nou, eigenlijk is dat een beetje de start geweest van ons hele verhaal, van ons concept. Dat we zeiden van, oké, als wij iets anders doen als gemiddeld, dus dat wij hem langer aan de plant laten rijpen, heeft die consument daar dan behoefte aan? En zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen om een automaat neer te zetten. Om te zeggen, oké, laat die klant eens proeven en als die ze lekker vindt, dan komt hij terug of hij vertelt het door. En ik denk dat dat ook een beetje de start is geweest. Is dit jouw dagelijks werk? Ja. Hoe loopt die automaat nou? Ja, goed. Dat is echt wel, je moet er echt wel in de gaten houden dat je denkt, oh, soms is die zo snel leeg. Dat je denkt, ah, we moeten weer vullen. Kijk, en je hebt gelijk al klanten, zie ik. Ja, ja zeker. Heerlijk, toch? En wat voor reacties krijg je van de mensen? Mensen zijn altijd blij, want ze vinden aardbeien heerlijk. Hier bij de automaat, daar zijn kinderen van heel jong tot behoorlijk oudere mensen, zeg maar. Kinderen van een jaar of 90, die tref je ook aan. Die hebben er ook bij, zeg maar, ja. Inderdaad. Heb je nou nooit zoiets van, ik wil eens een keer een grisant doen? Nee. Aardbeien is lekker, is leuk en dat is gewoon een superleuke teelt. Zeker omdat je heel veel contact hebt met de consumenten. Maar dan zou je ook een tomaat kunnen doen of zo. Dat zou ook kunnen, alleen we hebben gekozen voor een aardbei. En waar zit hem dat dan in? Dat je juist die aardbei kiest. Mensen worden vrolijk van een aardbei. En jij wordt er dus zelf ook vrolijk van? Wij worden zelf ook vrolijk van. Het is heel veel werk en er komt heel veel bij kijken. Maar het is heel, heel erg leuk om te doen. Zit er nog een beetje humor in de aardbei? Humor in de aardbei? Die moeten we er zelf in brengen. We moeten het met elkaar gewoon gezellig en leuk maken. En dat lukt? Dat lukt, ja. En dat proef je? Dat proef je. Hoe zit dat? Ben je nou familie van Jaco? Ik ben een neefje van Jaco. Jacob is een neefje van Jaco? Ja, klopt. Wat is dat dan toch steeds in het Westland met die familiebedrijven? Ja, dat weet ik ook niet. Moet jij niet lekker mee? Ik doe lekker mee, ja. En waar gaat dit nou allemaal naartoe? We gaan naar Den Haag, Voorschoten, we gaan naar Katwijk en naar Rijnsburg. Ja, en daartussendoor ook nog wel wat adressen. Dus allemaal zitten ze te wachten op deze aardbeien? Ze zitten echt te wachten op deze aardbeien. En hoe komt dat? Ja, smaak, kwaliteit, gewoon super product. Ja? Ja, super product. Moet je dat zeggen van Jaco? Nee, dat is echt zo.
Dus okay. Het is een mooi product. Maar nou ben ik in deze aflevering op zoek naar de perfecte aardbei. Want ze zijn soms ook wel eens melig. Wat is jouw advies? Nou, dan moet je deze kopen. En hoe doen jullie dat dan met de visie op hoe je aardbeien teelt? Heb je daar wel eens frictie over? Nee, want de kwaliteit staat eigenlijk echt bovenaan. Wij zitten echt wel op één lijn. Hoe raar dat misschien ook klinkt, maar dat is echt waar. Mag ik zeggen dat de kwaliteit van jullie relaties zich vertaalt in de aardbeien? Nou, dus als dat zo is en de kwaliteit van de aardbeien hoog is, dan is dat goed. Die hebben we nog niet gehoord, moet ik zeggen. Ik vind dat eigenlijk wel een compliment. Ja, dat is het ook. Dank bij deze. Een beetje trekken. En dan netjes wat doen. Trekken. En voorzichtig. Hoeveel aardbeien heb je al geplukt in je leven? Oh, dat is een goede vraag. Ik werk bij aardbeien meer dan 10 jaar. Dus ik heb echt genoeg ervaring. 10 miljoen aardbeien? Denk ik wel. Denk ik wel meer. Oké, nou op naar de 11 miljoen dan. En Tanja, wat is jouw lievelingskleur? Rood. Kijk. Rood, sowieso. Dan zit je bij het goede bedrijf, hè? Ja. Ja, dat is waar. Zijn wij nu op weg naar de perfecte aardbei? Wij zijn hier op weg naar de perfecte aardbei. Dit is een hele mooie perfecte aardbei. En waar zit hem dat dan in? In de vorm, maar bij ons zeker in de smaak en in de rijpheid hoe wij hem plukken. Wat is nou het geheime ingrediënt? Rustig telen. En zo rijp mogelijk oogsten. Het moment van het oogsten tot aan het consumeren zo kort mogelijk houden. De aardbei een paar dagen langer laat hangen aan de plant, waardoor die meer suikers aanmaakt en wat lekkerder is als je ze eet. Net zo rustig telen als Jaco is. Als dat zo is, dan is dat zo. Ik heb een mailtje ontvangen van de week dat de automaat weer geopend is. En ik ga oppassen op kleinkinderen en die willen graag dat opa wat aardbeidjes uit het Westland meeneemt. Dus dat ga ik even doen. Aha, voldoende aan de vraag van de kleinkinderen. Onder andere, we nemen natuurlijk voor onszelf ook een doosje mee, dat begrijpt u wel. Ik zie wel een moderne opa. Je houdt het apparaatje hou je hiervoor en dan gaat er wat gebeuren. Kijk, een heel simpel, goed verzorgd en een keurig doosje aardbeien. Wat is er nou bijzonder aan de smaak van deze aardbeien? Lekker zoet, constante kwaliteit. En opa maakt een goede beurt, hè? Uiteraard, dat is meegenomen, hè? Dat is de bonus voor opa. Ik probeer het me voor te stellen, 30 jaar samen, 30 jaar samen aardbeien kweken. Ja, ik vind het ontzettend knap, maar volgens mij doen jullie het inderdaad geweldig goed. Ja, wij doen geen 30 jaar aardbeien kweken, wij doen 17 jaar aardbeien kweken. Oh, 17 jaar, maar waar hebben we het over? Wat is nu een lekkere aardbei? Want dat begreep ik een beetje dat de vraag is. Nou, als we deze plukken, dan zou ik zeggen, nou, probeer het eens. En dan gaan we nu de volgende. Deze was al een 8, hoor. Oké, nou, dan ben ik benieuwd. Dan er zit een 11. Nou, de eerste die je dus proefde, mogen de mensen eigenlijk bij ons niet plukken. Okay. Want die is niet rijp genoeg. Wij willen echt rijp geplukte aardbeien hebben. Ik eet even door terwijl jij praat, oké? Ja, doe maar. Dus die laatste dagen, zeg maar, zorgt die plant ervoor dat die suikers bij de vruchten komen. En dat proef je. Heb jij voor mij nog tot slot een kweekweetje? Nou, mogen we hem deze keer eens een keer omzetten? Dat ik de vraag aan jou stel. Wat is het kweekweetje hier? Wat is opgevallen? Nou, proef zelf de 11. Zoiets? Zoiets, ja.